Lars, Jozef en ik, wij willen graag samen een reis maken. Naar Spanje? Heb jij ooit al een vrouw gehad, Jozef? De wijnroute. Een wijnroute. Ik wil weten hoe dat voelt, een vrouwenlijf. Complex. Ik wil seks. Ik wil poepen. Kan ik toch moeilijk aan mijn ouders vragen om mij naar een bordeel te voeren in Spanje? Mama en papa die willen dat niet, dat weet ik. Maar wij gaan toch. Ik ga mee. Is het kloot? Ja, dat is kloot. Hij is een vrouw. Kunnen wij toch niet naar Noordkot gaan, mijn vrouw? Hij is weg. We zijn vertrokken. We zijn naar Oslo. Oh, fuck. Klap in Flamands. Pak Flamand. Rij mij niet aan. Wil je klap voor je bek hebben? Hé, hey, goed. Daar zijn gast. Wil jij een klap voor je bek hebben? Au voyage. Au voyage. Zeg dat juffrouw vrouw dat wij een kamer deel. Dan ben jij. Direct. Dat doet wel zeer aan mijn nek, hè. Misschien hebben ze een Nelsjali ook mannen, hè. Hallo, hallo. Jij en Lars komen bij mij op de eerste plaats. Filip, je pak eens. Hi, Martijn. Godverdomme, hè. Kunnen wij dat nu aandoen? Ik kom eens. Tournee-generaal. Seks voor iedereen. You know when you're down, I can rescue you, yeah. You just give me a call, I'll come running to you. You know when you're down, I'll come rescue you, yeah. You just give me a call, I'll come running to you. You know when you're down, I'll come rescue you, yeah. Ik heb Tom gewoon leren kennen via een kortfilm die Mariano mij had toegeschoven. En die hebben we dan gewoon op casting uitgenodigd tussen veel andere mensen. En Tom stak er met kop en schouders bovenuit. Een heel sterk karakter. Een beetje naïef. Hè? Maar eigenlijk maakt hij wel een heel mooie ontwikkeling door. En is hij degene die dan tenslotte toch weerwerk durft bieden. Nu pak eens! Nu! Tegenover die Filip met zijn grote mond. Ik die, je suis un très grand idiot. Egoïste aussi. Hij is degene die dan niet ziet, maar hij is dan ook degene die geen vooroordelen heeft tegenover Claude. En in zijn geval is liefde dan echt blind. Max die met pulpjes, coat à coat, black rap. En pakt overal wat TL's. Zo de gang zeker. En dan de bar vind je. Dan is dit al slow, hoor. Je por favor, vamos a rodar. Será de todo. Stop.
such a long time. I got used to the sideline, but that's okay with me. And now this face is mine. Now this face is mine. Wat in de film een vijfde personage was de auto. De fobiel is eigenlijk door Mariano zelf gevonden. Hij en Geoffrey waren er direct mega enthousiast over. Ze hebben mij dan de foto's doorgemaild. En het was al gauw duidelijk dat we iets van die periode gingen pakken. Zo. Een beetje eerste helft jaren 80. Het is niet zo makkelijk om met zo'n oude auto een film te maken waar al 3 gehandicapten in zitten en dan nog een chauffeur. Maar ja, er komen natuurlijk ook nog geluidsmensen mee in de bus. Er komen cameraassistenten, de cameraman, de regisseur. Het busje was eigenlijk in een veel te goede staat voor de film. Het is eigenlijk ja, quasi perfect. Het is een counter een beetje ja, voor mij op neer om het te gaan downgraden. Om het zo, toch iets meer passend voor het personage te maken. Vanaf het moment dat die auto hen oppikt, tot helemaal op het einde van de film, draait het eigenlijk allemaal rond die auto. Je schrijft die scène, die bus verschijnt daar, en dan moet je kiezen wie waar gaat zitten in die bus. Dan wordt het interessant, waar dan nu zo is dat dan Philippe eigenlijk helemaal van achter zit, met zijn grote mond als hij iets wil zeggen, en meestal als hij dan Claude wil beledigen, moet roepen van achter naar voren in dat busje. En dan krijg je Lars die daar in het midden zit in een soort tussenpositie. En dan Jozef van voor die het dichtst zit bij Claude. Dus je krijgt door iets zeer fysiek, zijnde een bus en hoe ga ik mijn personage in die bus steken, vanuit de personage en krijg je ook extra dingen. Je kan ofwel de bus nemen en je zet die eigenlijk op een vrachtwagen, een soort van speciale vrachtwagen. En dan maak je zo de film. Maar wat er nu geopteerd om de bus gewoon echt te laten rijden, omdat dat beter was voor het personage, dan heb je echt een personage die stuurt en die moet echt op het verkeer letten. Dus dat impliceert dat al het licht eraan moet hangen, dat wij stroomvoorzieningen in de bus moeten hebben, al dergelijke dingen. En dat je met zo'n bus dan ook nog tegen 90 per uur over de autostrade moet. Alles moet echt goed vasthangen, hè, op dat moment. We hebben ook een keer bijna een Spaanse politieagent omvergereden, eigenlijk. Op een gegeven moment gaat hij een motard links voorbij en die houdt een andere auto 500 meter voor haar, houdt hij tegen. En die staat zo te babbelen naar die auto, zo. Van meneer, je mocht dat niet doen. En zij kon gewoon tegen het 70 afgereden. En die camera echt zoveel, zo. Over die politieagent. Je mag niet uit het oog verliezen dat je ondertussen ook nog acteurs zitten hebt die moeten geregisseerd worden. Dus het gaat niet alleen om techniek, dus dat is niet zo makkelijk. Geoffrey kan zich wel daar goed buiten stellen. En die is eigenlijk puur met zijn acteur bezig. Hij moest wel geregeld in een moeilijke positie gaan zitten. Zo ergens tussen twee stoelen, tussen een rechterbeen. I'm in the dark, trying to find a spark. I push my foot in my neighborhood. I'm in a mist, it's getting too hazy. I need some colors to spill on this gray, gray lane. This place will remain, my playground is still the same. If I knew I wouldn't do all those things I do. I reach the goal, then I search for more. To end this trip with a major eclipse. Same, if I knew.
Opnieuw. Blijf lopen. Oké, stilte. Bezoek. Jozef is hier ook. Hey, mijn scenario. Jules beschrijven. Ja, hey, en daar. Daar. Kijk. Kijk daar. About myself anymore. Is terrible, hè? Pas op dat je nu zegt, want het wordt geregistreerd. Dus ze staan erin met de making.